We zijn hier vandaag met Antwerpse werknemers uit de welzijnssector, zorgsector en sociaal en culturele sector om te protesteren tegen de heel harde regeringsmaatregelen. De werknemers in de zorgsector worden gepakt als werknemer met een indexsprong, met verhoging van heel veel prijzen, van kinderopvang, met een woonbonus. Maar ze worden ook geraakt als werknemer in de zorgsector. We zien dat er behoefte is aan bijkomend personeel in heel veel sectoren. Woon- en zorgcentra, gehandicaptenzorg, kinderopvang zeker. En die sectoren dreigen in de kou te blijven in de komende jaren. En dus ook de werknemers. Er gaan ook redelijk wat personeelsleden in de zorg in de komende 10 jaar op pensioen gaan. Ze zullen ook vervangen moeten worden, waardoor dat er gewerkt moet worden aan betere loon- en arbeidsvoorwaarden. Er zijn honderden zorginstellingen en welzijnsinstellingen als deze over gans Antwerpen verspreid. Er werkt ontzettend veel volk en die mensen zijn enorm boos. En vandaar verzamelen wij hier met alle sectoren uit de non-profit om eigenlijk ons ongenoegen en ons kwaadheid echt te laten blijken en ons als sector ook te profileren dat we het niet akkoord zijn met al de besparingen die dat er aankomen, zowel naar de individuele werknemers als naar de sectoren zelf toe. Mensen zitten nu al te werken met hart op hun voeten, bij wijze van spreken. De werkdruk is al ontzettend hoog. Die dreigt alleen nog maar hoger te worden als er nog meer gaat bespaard worden op inzet van personeel. En daar zijn we het absoluut niet mee eens in zo'n belangrijke sector, waarin dat eigenlijk eerder moet geïnvesteerd worden dan afgebouwd moet worden.